Terwijl F-16's overvliegen, zijn er medailles voor alle deelnemers aan operatie Guardian Falcon 1 in Zuid-Afghanistan. Onder hen ook 20 F-16-piloten. Ze namen er deel aan de ISAF-vredesmissie onder NAVO-leiding. Wij geven steun aan de troepen op de grond van alle naties die aan de ISAF-opdracht bezig zijn. Wij maken daar absoluut een verschil omdat wij een heel grote technische kunde hebben. Bijvoorbeeld onze F-16's zijn na de Amerikaanse de meest moderne. Ze zijn ook inzetbaar in vele opdrachten. En ten tweede zijn onze mensen heel goed opgeleid. Ze zijn goed geëquipeerd en de talenkennis is eigenlijk ook altijd een voordeel. De missie in Kandahar was omstreden, want in volle Taliban-gebied. Dat is natuurlijk een operatie. Het risico bestaat. Bijvoorbeeld door raketaanvallen op de basis. We hebben vele maatregelen genomen om het risico te beperken. Deze militairen werden op 15 januari afgelost. De operatie werd toen met een half jaar verlengd. Ons land wacht nu op de vraag van de NAVO of de Verenigde Staten om dat opnieuw te doen. We staan voor belangrijke dagen en weken. Mevrouw Clinton is hier geweest. Volgende week komt de Amerikaanse vicepresident. President Obama komt de eerste keer naar Straatsburg-Kiel op de NAVO-top. En dan zullen we weten wat de nieuwe opties zijn. Op dit moment is niets uitgesloten. De Belgische F-16's blijven hoe dan ook tot eind augustus in Afghanistan.